En ook voor het eerst in 6 wedstrijden kon Antwerpen in de tweede klasse gisteren nog eens winnen. Thuis tegen Luik werd het een makkelijke 2-0-zege. Gemakkelijk, maar ook belangrijk. Want zo mag Antwerpen nog altijd blijven hopen op een plaats in de eindronde. Euforie is dan weer niet op zijn plaats, want de weg is nog lang. En Luik staat allerlaatste. De inzet gisteren was duidelijk na een mindere periode en 4 op 15. Niet winnen tegen dit Luik zou een regelrecht drama zijn. Woensdag zei de voorzitter nog dat enkele spelers te min waren voor de eindronde. Heeft hij jullie geprikkeld? Ik denk dat veel jongens het ook nog niet eens hebben gezien. Ik heb het zelf ook persoonlijk niet gezien wat hij had gezegd. We hebben het voor de match even te horen gekregen, maar wat hij zegt, dat is de voorzitter, daar kunnen we niet meer over zeggen. Dus we hebben vandaag het tegendeel bewezen en toch alles geprobeerd voor te laten zien dat het wel kan. Dik 8 minuten ver vrijt trap Jelicic. Addo kopt op de lat. In de herneming Tibor Tisha en 1-0 voor Antwerp. Een droomstart voor de thuisploeg en uiteraard weer Tibor Tisha. Zijn 9e van het seizoen. Hoe belangrijk is Tisha voor deze ploeg? Ja, Tisha is heel belangrijk. Je ziet, hij pakt altijd zijn goaltje mee. En hij werkt ook heel goed nu de laatste tijd. Dus hij is heel belangrijk. Ja, hij werkt inderdaad ook hard. Hij vraagt de bal ook op en zo. Ja, dat is wat we een beetje missen ook de laatste tijd. Ze kwamen iets te weinig de ballen vragen voorin. En dan is het moeilijk om uit de verdediging die bal in te spelen. En nu eindelijk beginnen het weer allemaal los te lopen. En hopelijk blijven we nu zo verder doen. Luik mag dan wel veel en vriendelijke supporters mee hebben. De ploeg zelf stelt niet veel voor. Van Trier wordt in de eerste helft amper bedreigd. 1-0 halfweg. De tweede helft begint met een nieuwe kans voor Tisha. Geen probleem voor Van der Jeugd. En kent u deze buffel nog? Ali Lukunku. 2 keer is hij gevaarlijk. 2 keer uit dezelfde hoek. 2 keer heeft Van Trier een goede redding klaar. Maar meer zit er niet in voor Luik. Tisha verovert de bal. Jelicic met de trap richting Kevin Baart. En Antwerpen komt verdiend 2-0 voor. Boeken dicht voor Luik. Die goal, proper afgewerkt. Hè? Ja, ik dacht dat de keeper mijn gedachten naar de kanten wou gaan. Allee, dat ik ging shot naar de kanten, maar ik klopte hem gewoon over de keeper. Dus ja, mooie goal. Antwerpen kan de partij daarna rustig controleren. Tisha is nog 1 keer gevaarlijk. En de 2 doelpuntenmakers krijgen nog een applausvervanging. Antwerpen wint verdiend met 2-0 van Luik. De buitenwereld gelooft niet meer echt in die eindronde. Hoe zit dat bij de groep? Ja, het geloof moet er nog zijn. Want als je daar niet meer in gelooft, kun je beter gewoon de jeugd opstellen en gewoon in die middenmoot blijven. Dus we vechten er nog voor en we geloven er nog steeds in. Vandaag zie je de inzet en de mentaliteit en de wil om te winnen. En zo moet het gewoon blijven verdoen als groep. En dan zullen we wel zien waar we gaan aangeven. Antwerp staat 9e met 29 punten. Dat zijn er 9 minder dan de nummer 4. En dat is op dit moment in deze vreemde klasse Eupen. Plaatsen 2, 3 en 4 geven recht op een ticket voor de eindronde. Nog 15 matchen te gaan. Moraal van het verhaal, door de winst tegen Luik kan alles nog. Maar het wordt uiteraard wel moeilijk.